In deze video ga ik u even tonen hoe u een conditioneel, een voorwaardelijk order inlegt. Dat is voor de al wat meer geavanceerde belegger, maar er zijn heel wat nieuwe, interessante mogelijkheden om op Saxo Investor uw voorwaarden aan een bepaald order toe te kennen. En we gaan even tonen hoe u dat kan doen. Stel u voor dat we Sofina willen verkopen, maar met bepaalde condities. We gaan even op Sofina klikken. U ziet hier de positie die ik heb, hè, die 6000 euro ongeveer. En ik ga rechtsboven op verkopen of verkoop klikken. Nu, ik wil opnieuw bestens verkopen, maar ik wil er wel een conditie aan toevoegen. En u moet het ook maar eens rustig bekijken. Er zijn natuurlijk verschillende condities mogelijk. In dit geval wil ik de conditie effectief verbinden aan Sofina zelf. En wat moet er nu in dit geval gebeuren met Sofina? Wel, er zijn een aantal mogelijkheden. Ik wil een trailing stop loss order invoeren. Je ziet dat er verschillende mogelijkheden zijn, maar we gaan voor dat trailing stop loss order. Ik wil in dit geval dat de koers, of dat het order liever uitgevoerd wordt, zodra de koers van Sofina 10 euro onder de hoogste koers, onder de hoogste laagste koers, als die conditie is voldaan, wil ik dat het order wordt uitgevoerd. Ik ga dus dit conditioneel order in de markt leggen. Ik kijk het nog eventjes zeer goed na, want dit is al een wat meer complexe operatie. Ik wil effectief verkopen tegen bestens, maar er is een conditie, en dat klopt, Sofina, wil ik dat de laatste koers, als die 10 euro onder de hoogste koers, onder de hoogste laagste koers is, ja, dan is mijn voorwaarde bereikt en dan mag dit order de markt in. Ik ga klikken op bevestigen en u ziet hier dat effectief een conditioneel order is toegevoegd. Oké. En dat zal ook zichtbaar zijn bij de verschillende orders die in de markt zijn. Sofina is hier inderdaad een geplaatst order en dat heb ik conditioneel. Zo, op die manier heeft u gezien hoe u een mogelijke conditionele order de markt instuurt. U heeft het gezien, er zijn verschillende mogelijke voorwaarden. Bekijk het eens rustig, want op die manier kan je natuurlijk zelf heel gemakkelijk of toch heel krachtig aan de slag om zelf te bepalen tegen welke voorwaarden een bepaald aandeel in of uit uw portefeuille mag verdwijnen of terechtkomen. Zo, veel succes met Saxo Investor.